Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Juffenweekvlog. Het is vandaag maandag. Ik weet even niet hoeveel september. 11 denk ik. Maandag 11 september. En het is weer een nieuwe week. Ik heb er echt mega veel zin in. Vorige week was het zo warm. En vandaag wordt het nog wel heel warm. Maar de rest van de dagen valt het wel mee. Dus dat is top. Als je er heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je het duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Het is dus vandaag maandag, lekker weer een nieuwe week, nieuwe start in groep 8. En we beginnen vandaag met een theaterdag. Dat hebben we elk jaar met een soort thema. Dus vorig jaar hadden we het thema circus en dit jaar hebben we street beats. Dus dat ze muziek gaan maken met eigenlijk hun omgeving, met tafels, met jerrycans, met voorwerpen. En dat je dus niet echt instrumenten nodig hebt. Dus ik ben heel benieuwd, ze krijgen ook een workshop. Maar die workshop duurt ongeveer een uur en ze hebben ook nog een optreden. Dus ik wil eigenlijk ervoor zorgen dat we de rest van de tijd ook iets doen. Dus ik heb wat dingetjes bedacht. Ik ga in ieder geval eerst even een half uurtje uitleggen wat het nou precies allemaal is. Dat ga ik zo eventjes laten zien. En ik vond het ook wel heel erg leuk om een knutselopdracht te doen. En zij hadden een soort knutselopdracht met muziekborden maken. Een soort verkeersborden, maar dan met muziek. En dat vond ik wel echt een heel leuk idee. Dus die ga ik ook maken. Dus ik heb allemaal karton verzameld. Dat ligt hier en dan kunnen ze hier de verkeersborden van maken. Dus ik ga nu eventjes mijn lessen verder voorbereiden. Dat is nog best wel vroeg. Ik vind het wel fijn om op maandag er lekker vroeg te zijn. En dan gaan we starten. Dit is dus een onderdeel van street beats. Hoe hebben zij geluid gemaakt? Wat voor instrumenten hebben zij gebruikt? Want ze maken niet echt gebruik van echte instrumenten. Bezems, wat stokken. Dus ze maken eigenlijk geluid met bezems, stofferen blik, karton, hoe noem je die, buizen. Allemaal verschillende voorwerpen. Gaan we naar een ander kijken. Nou, wat voor instrumenten worden hier gebruikt? Wat wij gaan doen is, we gaan verkeersborden maken. Maar niet zomaar verkeersborden, want ze moeten natuurlijk wel passen bij het thema. We gaan namelijk muziekverkeersborden maken. Daarom hadden jullie ook die grote stukken karton nodig. Wat je gaat doen, je bedenkt eerst welk verkeersbord ga ik gebruiken. Dus je kijkt naar de verkeersborden die al bestaan. Dus je mag ook straks op je laptop opzoeken in je groepje. En dan ga je bedenken, hoe kan ik dit verkeersbord te maken hebben met muziek of met street beats? En hoe ga je daarvoor zorgen? Nou, hoe ga je dus die muziek toevoegen aan dat verkeersbord? Je gaat met je tweetal eerst een schets maken in één van de tekens. Nou, ze moeten dus een verkeersbord maken wat te maken heeft met street beats of muziek. Kijk, hier zie je al een... Mag ik kijken daaronder? Ja. Heel mooi. Het eerste verkeersbord al af. Heel leuk. Hier is er ook al één. Oké, het is inmiddels... Is het... Maandag 5 uur. We hebben straks informatieouderavond. Dus dan komen de ouders en dan gaan we dingen vertellen over groep 8. Ik ben best wel een beetje zenuwachtig. Zet me voor 100 kinderen. Maar ik vind het altijd voor ouders praten echt heel spannend. Dus we hebben een PowerPoint presentatie en dan gaan we dingen vertellen. Maar ook omdat groep 8 voor mij nieuw is, vind ik dat best wel spannend. Vandaag was echt een super leuke dag. We hebben dus ook verkeersborden gemaakt. Ik zal ze even een beetje laten zien. Ik wilde ze eerst ophangen, maar bleef gewoon echt niet staan. Dus kijk, bijvoorbeeld deze, heel leuk. Hier allemaal soorten verkeersborden die ze hebben gemaakt. Heel cute. Dus die kunnen ze morgen mee naar huis nemen. Dus het was echt een hele leuke dag en heel leerzaam. Ik ga nu voorbereiden. Zo lekker avondeten hier op school. En dan morgen een nieuwe dag. Good morning. Het is vandaag dinsdag. Gisteravond hadden we dus de ouderavond en de informatieavond en de theater op de trap. Het was echt super leuk en de informatieavond was uiteindelijk heel erg goed gegaan. Ik was echt super zenuwachtig. En vandaag hebben we weer een normale dag. Ik ga even mijn computer opstarten. We gaan zo rekenen, taal, spelling, topografie, begrijpend lezen en in de middag hebben ze gym. Dus dan heb ik even wat tijd over.
Dus dat is fijn. In ieder geval heel eventjes de dingen klaarzetten. En ik moet ook nog even het bord in orde maken. Dat heb ik gisteren niet gedaan. Nou, door de klas naar de kaartjes. En als je er een hebt gevonden, dan ga je hem opschrijven. Ik ga het even... Ze kijken naar het woord. Wat moet hier staan? En dan moet ze hem invullen in de juiste rij. En uiteindelijk hebben ze dan een woordzoeker die ze moeten maken. Good morning, het is vandaag woensdag. Lekker een korte dag. Gisteren voelde ik me een beetje moe, dus ik heb niet zoveel gefilmd. Vandaag gaan we weer een leuke, goede dag van maken. En vandaag gaan ze in de ochtend beginnen met duo lezen. Dat heb ik even nieuw. Want ze vroegen, mogen we ook in tweetallen lezen? Dus ik heb even tweetallen gemaakt. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. En in groep 8 hebben ze dus elke dag huiswerk. Dus we hebben straks rekenhuiswerk. Dus ik ben ook benieuwd of ze dat allemaal hebben meegenomen. Ik denk het wel. En gaan we er weer een goede dag van maken. Ik had alles al voorbereid, dus ik ben ook iets later dan normaal. Maar toch ga ik dan altijd nog heel eventjes alles doorlezen voor de zekerheid. We beginnen straks met rekenen. En dit gaat, gisteren hadden we het over vierkante meter. In groep 8 gaat alles super snel. Eerst hadden we oppervlakte, toen vierkante meter. En nu hebben we het alweer over kubieken. Dus het tempo ligt lekker hoog. En dan hebben we taal. Taal hebben we een soort woordenschatles. En ja, verder boekenbeurt. Oh nee, we hebben geen boekenbeurt. We hebben spelling. En dan aan het einde hebben we blink. Dus dat ga ik ook eventjes klaarzetten. En ik moet nog wel het bord doen. Dus dat ga ik gelijk eventjes doen. Even deze openzetten. Dan gaan we er weer een goede dag van maken. Helemaal zin in. Ik heb dus een nieuw giletje van de Zara. Kijk hoe cute die is. De volgende. Welke zin is goed? De bestelling komt tot nader order. De dief is tot nader order betrapt. De meester roept de klas tot nader order. We moeten tot nader order binnen blijven. Wie weet nog wat tot nader order betekent? Totdat je iets anders hoort. Dus totdat je iets anders hoort, blijf je dit gewoon doen. Dus welk antwoord zou je dan kiezen? Gaan we deze plaatjes met elkaar koppelen? Klik op het woord en dan op de goede plek. Bij dit plaatje hieronder, wat hoort daarbij? Wat we vandaag gaan doen, je gaat weer luisteren naar een verhaal en daar horen wat vragen bij. Ik lees altijd eerst de vragen, omdat je dan wat gerichter kan luisteren. We gaan het verhaal luisteren. Je mag van mij ondertussen al opdracht 2 dan gelijk maken, als je dat fijn vindt. Dus bij wie past de zin? Bladzijde 13, begin aan oefening. Oké, gaan we hem bespreken. Als je niet hebt, dan schrijf je mee. De eerste was ideaal. Heel goed. De tweede. Tweede woordje, wat staat er? Lineaal, heel goed. Lineaal. De derde, wat wordt het derde woordje? Ja, essentieel. Opdracht 1. Maak de woorden af met het goede ook zo stukje. Vul daarna het hele woord in. Mijn moeder is adviseur bij de bank. Financieel. Je schrijft hier zo alleen het ook zo stukje. Het ook zo stukje. Dus IEL. Oeh, mijn pen is heel dik. En hier schrijf je het hele woord nog een keer. Dus het knoflookje ligt blauw en het monstertje ernaast rood. Ja. Good morning, het is vandaag donderdag. En gisteren had ik tot best wel late vergadering. Nou ja, niet echt een vergadering, maar informatie over groep 8. Dus toen heb ik echt niet kunnen filmen, want ik was echt mega laat pas klaar. En vandaag hebben we weer een nieuwe dag. En ik dacht, het is misschien wel leuk om even een beetje mijn agenda te laten zien. Dus mijn computer nog aanzetten. En even te laten zien wat ik nou gebruik.
Dus dat ga ik nu eventjes doen. Nou, je hebt een aantal dingen heb je nodig. Ik heb namelijk gewoon een map waar mijn rooster in zit. Maar daarin zit ook gewoon informatie over de kinderen, op welk niveau ze zitten. Hierin zitten bijvoorbeeld ook cijferlijsten. Dat is echt mijn map. Waar ik dus elke dag kan zien, nou, dit vak hebben we. En daar heb ik ook een vakje gemaakt met aantekeningen per dag en wat er in de nieuwsbrief moet. Want dan zet ik gewoon gedurende de week dat erin. En dan heb ik nog mijn agenda. En deze agenda heb ik van de leerkrachtorganizer. Die vind ik echt super fijn. Ik denk wel dat als ik hem volgend jaar neem, dat ik hem een maatje groter neem. Want ik vind de lijntjes best wel klein en ik schrijf best wel groot. Maar hierin, ik zal hem even openmaken. Aan het begin heb je gewoon van die mapjes. Dus daar heb ik wat foto's in zitten. Ook gewoon van met mijn klas. En dan kan ik wel tekeningen en zo in doen. Dat vond ik wel gewoon leuk. Zo. Heel cute. Dan heb je hiervoor de basic pagina's en een pagina's met wachtwoorden. Dus die laat ik even niet zien. Je kan informatie over je teamleden opschrijven. En dan heb je zo hoe de agenda eruit ziet. En wat ik heel fijn vind is dat je de schoolweek kan invullen. Je kan dus precies de tijd invullen wanneer je iets hebt op elke dag. Je hebt vergaderpunten, overdracht. Dus wat moet je nog voor bespreken? To do. En voor volgende week. Dus ik vind dit echt perfect. En ik gebruik dit ook echt mega veel. Want dan zie je gewoon per week wat je moet doen. En voor zaterdag en zondag staat er ook in. Maar je hebt dus ook een vakje voor de verjaardagen. Dus ik heb alle verjaardagen er al ingezet van de kinderen. En dan kan je dat dus zo opschrijven. En ik schrijf het dus ook precies bij de tijd waarbij het hoort. Dus ik vind dit echt een super fijne agenda. Nou, hier heb je bijvoorbeeld hebben wij de doorstroomtoets. En dan kan ik dat er gewoon helemaal inschrijven. Maar er staan ook dingetjes in als carnaval. En dat soort dingen. Maar er zitten dus ook leuke uitspraken bij van kinderen. Er zitten cijferlijsten bij. Er zit een kilometerregistratie in. Er zit echt mega veel in. Ook ideeën, bestellijst, jaaroverzicht, handige website. Die moet ik misschien ook even gaan gebruiken. En er zitten ook nog eens stickers in. Dus het is echt een topagenda. Ja, het is wel handig. Les 3, woordpakket 3, opdracht 1. Lees de tekst in geheim schrift. Welk teken staat voor IAL, IEL, EAL of UEL? Zet het ook zo een stukje achter het goede teken. 1. De vleesindustrie is commercieel. En dat betekent dus, die kan je dan daar invullen. Dat doe je bij opdracht 1. Bij opdracht 2, kijk even mee. Maak nieuwe woorden. Gebruik het goede ook zo stukje. Weet je het niet, gebruik een woordenboek. Achter schrijf je het stukje, dus u wil. En hier schrijf je het hele woord. Actueel. Kinderen werkten soms al mee als ze 5 jaar waren. Het werk was zwaar. Er was in de fabriek veel lawaai en het was donker en stoffig. Oké, kijk of jullie goed hebben opgelet. Dus de tijd van de burgers en de stoommachines van 1800 tot 1900. Noem iets wat een in de stoommachines. En daardoor, wat gebeurde er toen? Ja, heel goed. Ja, de fabrieken. Want dus, ja, thuis waren ze eerst aan het werk, maar die grote machines die kunnen niet natuurlijk in je woonkamer staan. Dus kwamen er veel meer fabriekburgers en stoommachines. We gaan nu verder ons verdiepen in de 19e eeuw. Welke nieuwe uitvindingen zorgden ervoor dat het reizen gemakkelijker werd? Nou, we hebben er een aantal. Als eerste moet ik even kijken wat het ook alweer was. Met een telegraaf kon je over lange afstanden met elkaar communiceren. Die zie je hier. Met tranen in haar ogen stond ze te telefoneren. Is er iets gebeurd? Vroeg ik haar. Telefoneren. Schrijf op. Telefoneren. Allemaal woorden van vorig jaar. 3. Ze beëindigde het gesprek en vertelde mij het verhaal over het vermiste poesje. Schrijf op vermiste. Het is donderdagmiddag en ik heb wel wat lessen gefilmd vandaag. Ik had vanochtend ook mijn agenda uitgelegd. Nou, ze zijn vandaag begonnen aan een rap schrijven bij muziek. Superleuk.
Dat heb ik niet gefilmd. Wel een beetje van de blinkles. En ik ben dus nu weer allemaal dingen aan het voorbereiden. Ik heb een knutselles die ik morgen wil gaan doen. Even kijken. Ik wil namelijk deze knutselles doen. Dat ze van die 3D gezichten moeten maken met cartoons. Leek me wel heel gaaf. Dus ik denk dat ik deze morgen ga doen. Ook hebben wij het... Ja, dit weer binnen. Dit is van de derde kamer. Nou, dat noemen ze de derde kamer. Maar het gaat over de eerste en de tweede kamer. En dit is speciaal ontwikkeld voor kinderen. En dan maken ze kennis met politiek. Volgende week dinsdag is het Prinsjesdag. En in groep 8 is het natuurlijk wel belangrijk dat ze weten wat dat is. Dus daar gaan we het over hebben. Dus dat moet ik me zo meteen moet ik daar even op voorbereiden. Maar nu ga ik eerst weer eventjes verder met dit. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. Laatste dag voor het weekend. Ik heb net mijn haar gewassen. Om heel even borstelen. Zo. De kinderen beginnen straks bij de gym. En daarna gaan we de klaar voor de toets maken. Dat ziet er bij ons zo uit. En die lijkt dan op de echte toets. En deze gaan ze dan maken. En dan kunnen ze nog vragen stellen. Verder heb ik vandaag een knutselles op de planning staan. We hebben namelijk echt nog niet zoveel geknutseld. Dus dat vond ik wel een goed idee om te doen. En die knutselopdracht heb ik gisteren volgens mij laten zien. Dus ik ben heel benieuwd wat ze ervan vinden. Maar heel misschien ga ik ook nog iets anders doen. Ik moet nog heel eventjes kijken. Ik ben altijd heel kritisch met dat soort dingen. Maar in ieder geval ga ik nu even het bord in orde maken. En dan gaan we de dag beginnen. Staat. Bekijk nu het filmpje. Dat hebben we net gedaan. Lees daarna nog een keer opdracht 1. We doen het even samen. En dan kijken we wat we te weten zijn gekomen. Dus bij opdracht 1. Waar groeit nootmuskaat? Waar groeit het nou dus? Ja, in grote bomen. Heel goed. En wat is foelie? Ja, dat zat om de nootmuskaat heen. Dus de nootmuskaat was echt aan de binnenkant en de foelie zat er omheen. En hoe ziet een nootmuskaatplantage eruit? Nou, wat zagen we daar? Hele hoge bomen. En hoeveel kilo per jaar werd er wel geproduceerd? 50 kilo. Heel goed. Opdracht 2. Hoe wordt de derde dinsdag in september meestal genoemd? Ja, Prinsjesdag. Opdracht 3. Wat zijn de eerste woorden die de koning Willem-Alexander uitspreekt op de Prinsjesdag? Weet iemand dat nog? Van vorig jaar. Nee, hij zegt... Leden van de Staten-Generaal, zegt hij. Wij gaan vandaag knutselen met 3D. En hoe we dat gaan doen, is doordat we een 3D gezicht gaan maken. In de... Niet vorig jaar, 2 jaar geleden. En in groep 6 was dat heel anders. Je gaat ook niet dezelfde cartoon maken. Maar het kan soms gebeuren dat je in groep 8 iets hebt wat erop lijkt. Je gaat niet hetzelfde maken als toen. En ik denk dat je nu ook wel wat beter bent geworden in knutselen. Dat je andere technieken gebruikt. En dat je misschien de vorige keer dacht, oh, dit was niet zo handig. Dus dit kan ik op een andere. Wat we gaan doen. Je gaat een 3D gezicht maken in de vorm van een cartoon. Je mag iets zelf verzonnen doen. Je mag ook een figuur doen wat je kent uit een tijdschrift of iets anders. Je mag op je laptop ook opzoeken. Maar de bedoeling is dus dat het gezicht wordt in 3D gemaakt. Ze zijn wel echt leuk geworden. Heel leuk. Nou, het is vrijdagmiddag en de schoolweek is voorbij. Ik ben thuis, ik ben echt helemaal gesloopt. Mijn bank is dus binnengekomen, dat had ik in de vorige vlog verteld. Maar hij staat dus nu een soort van half hier, want hij past dus niet. Ik moet hem nog in elkaar zetten. Maar hij moet dus hier komen. Het is echt een mega erge troep. Dus die ga ik nu in elkaar zetten. Lekker na deze werkweek. Maar ik wil gewoon op de bank zitten. Dus ik moet wel. Ik ga het losser doen. Het begint al ergens op te lijken. Good morning. Het is vandaag zaterdagochtend. En
Ik heb gisteren dus mijn bank in elkaar gezet. Ik zal eventjes laten zien. Zo ziet hij eruit. Ik hoop dat je het een beetje goed kan zien. Mijn posters er wel afgevallen. Die moet ik echt even gaan ophangen. En mijn huis echt opruimen. Maar het is nu al beter. Dus dit is mijn nieuwe bank. Heel blij mee.